Waarmee ga je als eerste starten als jij jouw bedrijf begint? Oké, een van de allerbelangrijkste dingen die heel snel wordt overgeslagen is het doen van marktonderzoek. Hoe wil je nu je diensten gaan aanbieden in de markt als je niet weet wat de vraag in de markt is? En wat daarbij belangrijk is, is de sweet spot, zoals ze dat noemen. Dus welke kennis en vaardigheden heb je al in huis? Wat is je passie? Wat wil je nog ontwikkelen? En wat is de vraag in de markt? En als die drie elkaar overlappen, dan heb je de sweet spot te pakken. En natuurlijk, je weet al wat je in huis hebt aan vaardigheden. Je weet waarschijnlijk ook, misschien nog niet helemaal, maar in ieder geval, wat is je passie en wat wil je nog verder ontwikkelen? Of je weet het nu, of dat komt gaandeweg de tijd wel. En dan wil je natuurlijk ook gaan kijken, wat is de vraag in de markt? Want hoe wil je nu je diensten gaan aanbieden als er geen vraag is in de markt? Dus ga die sweet spot ontdekken. In deze video ga ik in op het marktonderzoek. Wat is daarin belangrijk? Het zijn drie elementen. En allereerst is dat het probleem, de consequentie en het resultaat. Het verlangen. Dus ik ga even op alle drie even in. Allereerst het probleem. Als je onderzoek doet bij ondernemers, ga dan eerst eventjes vragen en onderzoeken van goh, waar worstelen ze mee? Wat irriteert ze? Waar liggen ze wakker van? Wat vinden ze niet leuk? Waar ergen ze zich aan? En als je dat weet, ga dan doorvragen op wat is de consequentie van dat probleem als je dat niet oplost? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan in je bedrijf? Wat gebeurt er met jou? Wat gebeurt er met je familie of relaties? Wat gebeurt er met de financiën van het bedrijf? En wat gebeurt er met de status van jouw bedrijf in de markt? Dat zijn hele belangrijke dingen in het ondernemerschap. En dan ga je naar het verlangen door. Dus waar verlangt die klant naar? Wat is het resultaat wat ze wensen? Hoe willen ze zich dan voelen? Hoe willen ze zien dat de cashflow op gang komt? Hoe willen ze zichzelf zien ten opzichte van hun relaties? Hoe willen ze zichzelf zien ten opzichte van hun expertstatus in de markt? Vraag daarop door. Dit zijn hele belangrijke dingen. Die antwoorden die uit dat onderzoek komen, kun jij heel goed in jouw marketing gebruiken. Want daarop haken zij weer aan. En zorg ervoor dat als je het onderzoek doet, dat je altijd doorvraagt. Want er is altijd een behoefte achter een antwoord. Dus als je een antwoord krijgt, vraag dan, goh, wat maakt dat zo belangrijk is voor je? En wat nog meer? En wat nog meer? Steeds als ze een antwoord geven, kun je best vragen, en wat nog meer? Dus vraag door en blijf doorvragen. Dan kom je echt steeds verder tot de kern. En ik ben heel erg benieuwd of jij al marktonderzoek hebt gedaan. En of je het van plan bent eventueel om het te gaan doen na het bekijken van deze video. Dus nogmaals, onderzoek wat de behoefte is in de markt. Ga op zoek naar de sweet spot en gebruik de woorden van jouw klanten in je marketing. Super tof als je hieronder een reactie achterlaat.